Hallo, welkom bij een nieuwe vlog van Casual Chic by Virginie. En Lovie is weer mee. En wat nieuw? Ariel! Oké, ik ben naar juist naar de post geweest en ik heb een pakketje. I mean, I'm the pakket. En ik ga dat nu openen. What? Oh, I'm just such a good girl. Auntie wilt ook een knuffel in, oké? Oké. Auntie ook? Auntie ook knuffels? Mooie baby. Ah, cutie. Ah. Alright. En nu ga ik mijn pakketje openmaken en ga ik jullie laten zien wat ik besteld heb. Oké, dus zoals ik zei, heb ik dus een pakketje besteld met nieuwe kleren. En die ga ik nu openmaken. Wat? Nukito! Ik ga altijd zo plakken, ik ben echt een lekker plakking. Dus. Started! Oei, oei. Nee, neem op. Oké, eerst zit er een foldertje bij. Me Unlimited. En dan rond is karton aan het eten. Oh. Look at the camera. No, look. Say hi. Can I get a hoya? Oké, dus wat heb ik besteld? Nee, moet je niet. Be auntie, baby. Stop. Oké, ik heb... Love the nini. Ik ga beginnen met de pants. The pants? Like, pants. Bitch, just the pants. Just the pants. Just look fabulous as fuck. As fuck. Dus, de pants. De pants zijn. So pretty. Van Misguided. Look at the unicorn glow. En het is zo een met een. Wow, damn, you will slay. Wow, ja, het is wel klein. Klein, een 38, dat is mijn rekker, hè? Oh ja, dat is goed. Doe dat, spiet maar een keer aan. Dat? Ze biedt wordt de volledige outfit gefilmd. Dus dat is... Ja? Supermooi. Dan had ik zo gezien op Zalando... Het was... Het is lelijk. Het was een full outfit. Zeg het mij. Let me tell you a story. Virgin had die outfit gezien. Dit. Beautiful pants. With this ugly t-shirt. En... Annie's vond het niet mooi, maar ik vond het wel nog iets hebben, omdat altijd... Hey, mijn haar is vettig. Like... I'm so annoying. Omdat het altijd geen blouse moet zijn. Dus ik vond dat eigenlijk wel een top een t-shirt. Dat is dat nog geweest. Een beetje in je broek steekt en dan het volgende kledingstukje dat ik gekocht heb, ga ik ook tonen. Het is wel een medium. Wel that's big. Very big. Maar ja, en dan als second... Can I get a hoya? Pink? Girl, als ik zeg can I get a hoya, moet jij zeggen hoya! Can I get a hoya? Hoya! What are you looking at, girl? Bitch, what are you looking at? Oké, en nu komt de pink one. Like... Alles is hier zo pink, dat is echt grappig. Het is een blazer. En dan gaat je ze niet full outfit tonen? Ja. Toen is welke maat is dat, jong? Pff, hij pakt veel te grote maten. Maar jongen... Het is wel altijd dat ze zo vet is, maar in feite niet. Just was... a fat ass, just like I. Oké, wacht, wacht! Wait. Kijk, op de kapstok gaat dan misschien... To put it on. Kijk. Mm-hmm. Kijk. Het is echt pretty, hè? Het is toch schoon? Maar echt. Nee, hij is niet. Nee, het is echt mooi, jongen. Moet je eens een keer stomen. Ja, ik weet het. Maar geen stoel. Maar geen stoel. Ja, sweet. Lekker dan niet? Nee. Lekker. Ik wou? Nee. Nee. Zeker? Ja? Nee. Wel. Goed, ik ga mijn brug changen. Oh, Lovie moet weten wat ik wil. Dat komt fijn. Ik heb trouwens een... Hoe noemen ze dat? Een talent. Kijk. I'm not ashamed of being ugly. Oh my god, look at my lashes. You are so fabulous. Oh my god. En de gouden tip van de dag. Rood, zie je niet door wit. Guys, what do you think of her ass? Oh my god. Oh my god. Thanks, mom.
Mooi. It's complaining about her body, like be happy with your ass. Oh, dat is wel spijtig. Oh, geen zakken. Ja, ja. Maar ik ga niet de full outfit doen, hè? Ja, de full outfit. Ja, ja, de full outfit. Ik zal eventjes zeggen wat ik aan heb. Als dat mag. Want ja, Virgil is altijd zo streng op mij. Moet iets, want ja, she's my mom. You look like a child. No. Oké, okay, dat is mijn trui. Mijn kolletje, je weet wel, hé. Mijn kolletje. Beautiful all the time, like fabulous and shit. Dat is van GBC. En dan de pan. We moeten dat wel allemaal een streepje zien, hè. De pan. Booty. De booty is van Annie's. De pants is van GBC. En de fancy socks are from... Daar kan Virgil wel op antwoorden. Hoi boys, it's me, Annie's toes. Pretty, pretty as... Oeh, ja, echt mooi. Hey, Virgil haar outfit tonen. Rando. Is dus. Damn baby, you look good. Ik heb even te doen. Dat ga ik echt even doen. Sorry. Ik heb echt een dilemma over haar voeten. Even kost naar geen dilemma. Geen dilemma. Ik kan hier wel. Ja, ik kan er ook niet op komen. Maar een ik weet wel. Ja, complex. Ze moet meedoen aan dat programma. Dus snap je? Ali, ja, dus snap je? Ja, maar het is mooi. Draaien. Doe keer je broek omhoog. De hoe noemen ze dat? Yes, baby. Pretty as fuck, bitch. Dat vind ik zo mooi. Kitty kitty! Yes. Eigenlijk is dat een casual chique outfit. Pretty head. Every word. Try to fix something that you can't fix. You need to watch here. Oh. Not here. Because it's so bad, actually. Maar je doet het ook. Ik weet het. Stop it! Since we first met, it was love at first sight. Maar is dat mijn move getoond? Echt zo... Raam in de house. Rozen staan er toch? Ik ga even kijken in het licht. Ja, hè? Ja, het is echt pretty. Pretty. Maar zie je, op foto leek het lelijk, hè? Maar actually, it's very pretty, like... Mijn haar lijkt donker, zo naast u. Maar ja, maar mijn haar lijkt vettig naast dat van u. Dat was vanavond douche, together. Mij was nog together. Samen. Together. Together, 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 everyone. Vanavond baby Bea, dat is hier. Ja. Ja. Yo, hoe laat is dat? Uw gezicht. Het is al 5:30. We ons klaarmaken, want we moeten echt wat BB-les geven. En ik moet de BB-les geven. Zij. Ik ga gewoon live op Facebook. They do nothing. Nada. Nada, nada, no pas. En dan gaan we hoor. Dus, we gaan hier even... Wij zeggen dat we hoor. Je moet zeggen hoor. Hoja! Hoja! Oké, we zijn toegekomen op school. Zoals je ziet, we zien er redelijk sportief uit. Een oranje sweater, een appel voor na het sporten. En een legging. En Nike's. Anaïs heeft mij overtuigd. Zodat ik mee zou kunnen doen met BBB. En ik ben totaal niet sportief. En ik kan niet sporten, maar ik ga toch meedoen. En mijn haar ziet er echt niet fancy uit. Waar zijn jullie? Oh. Azulke? Meen je dat? Ja, we komen. Allee, we zijn al op school, zo, we waren naar de Mobo's. Hoe? We komen. Hetgeen wat bij ons altijd misloopt is communication! En mensen komen altijd te laat en krijg er schitter van. Dus we moeten mijn jump filmen. Ik zal je jump eens filmen, wacht hè. Oh, wat? Goed jong! Mannetje? Ja. Goed! Ik kan het niet. Oké, je ziet dus hoe dat mijn haar eruit ziet. En wij zien er super sportief uit, want wij gaan de les geven, BBB. En ja, Cheyenne sportief, ja. Dit is Cheyenne en zij is helemaal niet sportief. En zij haat sport. Wat? Ja, dat is goed. Ah, ja. Oh, zeg het maar. Zo, hij was op weg naar de poort, Cheyenne. Ja, ja. Maar Cheyenne, wij moeten haar zeggen wat ze moet doen. Stuur ze naar hier als er is. Nee. Gezien mijn haar. Ik denk dat we half scheren. Nee. We zijn echt al goed voorbereid. Ja. We beginnen we met een volledig zitten. Oh, mijn telefoon. We beginnen met een opwarming. Jumping jacks. Daar huilt er iemand. En dan terug. Ter plaatse lopen. We hebben onze vitamintjes ook mee. Hij heeft eigenlijk nog redelijk gezond gegeten, want hij heeft bij mij thuis wok gegeten.
Ik dus niet, want ik eet dat echt niet graag. Al die Chinese en Japanese en sushi en al. Vind ik echt superveel. Dus wat heb ik gegeten? Pizza van de Aldi met zo'n olijf op. Dus wat heb ik nu mee? Een appel. Een appel! Oh, ik heb echt zakken onder mijn ogen. Anaïs is aan het oefenen op haar dansen. Ik zie wel. Ja. Yeah. Hey, als ik hier sta, is dan... Wacht, laat me doen. Een catwalk. These boobies. Goed, dus ik denk dat de lessen wel bijna gaan beginnen en... Dat is man. Ik ken die mensen niet, die mensen kennen ons niet. Zoveel te beter. Dat is de eerste keer dat ik dat doe, hè. Dus wens ons allemaal veel succes. We are back. Zoals gehoord... It's family time. De BBB-les was super leuk. Anaïs heeft dat keigoed gedaan. Thanks. Want ik heb eigenlijk echt weinig gedaan. Aww, sweet. Bye! Shopping for late food, shopping for lunch.